begon in 1994 te draaien met een drive-in show. En al gewoon groeide dit uit tot meer feesten. En hij heeft aardig wat clubs achter zijn naam staan waar hij mocht draaien in binnen- en buitenland. Heeft met name als Chucky, Tiesto, Afrojack, Gregor Salto en ik kan nog wel doorgaan, gestaan. Hij droomde ervan om van zijn hobby's een werk te maken en dat is hem dan ook gelukt. Mag ik een applaus voor DJ Koper! Wie is de beste DJ van Nederland? Shit. Yes, ladies and gentlemen, I'm up in the place, barely come. It's your boy DJ Koper up in the place. En we gaan rocken, want sta je aan die bar, kom aan die dansen, let's go. Oh,
Gentlemen in the place, you want to see a dancing? If you're still standing at the bar, join us at the dance floor. Come on, ladies and gentlemen. Working out that sound, come on. Where is the place? I feel it for the first time. Oh, I won't break down tonight. I feel it for the first time. I feel it for the first time. Found a new place.
Woo! Van Nederland. Ja, daar is hij. Dat was DJ Kober. Kober, kom je even naar voren. Oké. Hij komt eraan. Ondertussen bedank ik even wat partners van de beste DJ van Nederland. Robert fotografeert, Soundmasters licht en geluid, AWAK Video, Landstede Productie, Huis. Hoe ging het, Kober? Ik heb zweet op mijn voorhoofd. Ik zie het. Dus je hebt geknald, of niet? Ja, ik heb wel een beetje geknald. Het is wel moeilijk om in 15 minuten te laten zien wat je kan, weet je. Maar ja, ik heb geprobeerd om gewoon van alles wat een beetje te draaien, een beetje letten in. Een beetje toch iets rustiger en aan het einde gewoon lekker afknallen. Dus we shall see, hè? Ja, dat gaan we zeker. Nou, ik denk dat je behoorlijk goed hebt kunnen laten zien wat je kan. Voor mij was het tenminste goed duidelijk. Je kent je tracks. Je brengt de energie over, je crowd control is goed. De opbouw was ook lekker. Het ging wel echt naar een soort hoogtepunt toe, het werd wel steeds doper. De set was ook behoorlijk clean. Ik hoorde 1-2 kleine dingetjes. Op een gegeven moment maakte je een snelle mix. Je corrigeert wel snel.
Dus je hoort ook wat er niet goed gaat, tik, tik, en je hebt hem. Dus dat is ook netjes. Je pakt de mic. Je wil nu ook de mic pakken, wat wil je zeggen? Hij deed die, man. Echt kut als de mic het niet doet. Ja. Oh, de mic deed het niet. Nee, de mic hier deed het niet. Dus hij gaf snel deze mic en toen kon ik wat zeggen. Maar volgens mij kwam het wel over. Oké, nee, maar ik vind het dope dat je dus de mic gebruikt. Het kan alleen net beter. Je zat bijvoorbeeld in die break en je begon met, waar is het feestje? Die had je door moeten zetten. Je kreeg een respons. Als je hem nog even een paar maten door doet totdat die beat weer in komt, ja, had het meer effect gehad. Nu zat je midden in de break, je hebt een hype-up moment met de mic en dan stop je voordat die beat komt. Terwijl je mensen nog net iets meer kan krijgen. Hetzelfde met toen je de whoop, there it is, deed je. Dan denk ik, whoop. Had je nog een derde keer kunnen doen, vierde keer, schuif weg, kijk of de crowd er meedoet. Dan krijg je echt die interactie. Maar je mic control was al behoorlijk goed. Dus blijf dat vooral doen. Het is ook beste DJ van Nederland en niet beste MC van Nederland, toch? Nee, maar als je het erbij kan, is het wel een pluspunt. Want de meeste DJ's kunnen het niet. Klopt, dankjewel. Echt waar. Dus overall was het een goede set. En heb je zeker kunnen laten zien wat jij kan. Top, man. Oké, DJ Koper was dat. Hebben jullie nou zien van, hey, die willen we 2 maart terugzien in de regionale finale. SMS dan naar 4477, DJ Spatie 007. DJ Spatie 007.